Amper anderhalf jaar nadat het idee werd geboren, is de carillontoren in het Ursulinepark in feit. Het carillon is in 1955 geschonken aan meneer Stanislas IJsboots bij haar 25-jarige professie bij de zusters Ursuline. Haar vader was namelijk de toenmalige directeur van klokkengieterij IJsboots. Het nu voor het publiek zichtbare torenuurwerk uit 1912 geeft aan dit monument een extra dimensie. Een leuke bijkomstigheid is dat dit altijd goed functionerende uurwerk alleen maar is schoongemaakt. Er is geen onderdeel vervangen. Dat betekent wel dat deze tijdmachine al bijna 100 jaar feilloos de tijd aangeeft. Welkom iedereen, hartelijk welkom Harmonie Schutterij. Zet dus oor klok, nou hert en gijs, zo dat ze op oog levensreis. De juisten tijd blief wie. Toen Geert-Jan en ik op vrijdagmorgen 5 februari vorig jaar tijdens onze wekelijkse wandeling met een groepje KBO-leden spraken over het stilzwijgen van het carillon op het klooster, hadden we in de verste verte nog geen vermoeden wat er daarna op ons af is gekomen met dit als resultaat. Enorm bedankt, comité! Welkom aan mevrouw Hoevens IJsboots, 95 jaar en de zuster van Antje, voor ons beter bekend als meneer Stanislas. Ik hoop dat dit carillonnetje heel veel vreugde zal geven aan heel veel mensen hier in Grabbeworst. Nou, kiept die. Klinkt de klokkentaal ten torren uit. Tot 9 maal herhaalt de klepel op den ronden boord zijn biegeklop. De landman laat zijn rossen staan, naar huis zal hij en rusten gaan. Maar eer hij stap van stede zet, zo bidt hij nog zijn klokgebed. Een paar dingen wil ik zeker zeggen hier. Allereerst complimenten. Geweldig wat jullie hier als comité, maar ook als Grubbevorst, voor elkaar krijgen. Ik zie heel veel mensen, ik vind het fantastisch een harmonie hier te zien, een schutterij hier te zien. Allemaal toch vandaag gekomen om te komen kijken naar dit carillon, hoe dat klinkt en hoe laat het vandaag zal gaan worden. En hoe laat het morgen ook weer zal zijn. We zullen er goed voor zorgen en ja, ik hoop dat we dadelijk nog iets mogen horen van het klankspel, want ik vond het toch wel prachtig. Bedankt.